We staan hier in het centrum van Zwolle en we hebben een afspraak met de voormalig predikant van deze kerk. We gaan hem vragen of de crisis invloed heeft op de collectes en de vrijgevigheid van mensen. Ook gaan we vragen wat hij van het initiatief van PEC Zwolle vindt om kleding en speelgoed in te zamelen voor minder bedeelde kinderen. Collectus betreft, ja, dat is een vast ritueel op zondag in de eredienst en dat gaat nog steeds door. Ja, en merkt u misschien iets van de crisis? Heeft dat invloed op de vrijgevigheid van mensen? Ik heb het gevoel van niet of nauwelijks. Kijk, over het algemeen is de tendens dat de kerkgang gemiddeld iets minder wordt. Dus gemiddeld zitten er wat minder mensen in de kerk dan 10 of 15 jaar geleden. Maar ik denk dat per persoon er niet veel minder gegeven wordt dan een aantal jaren geleden. Hoe is het eigenlijk gesteld met de vrijgevigheid van de mensen hier in Zwolle? Altijd zoveel bij het hogere platform hangen. Ik denk dat elk mens vanuit zichzelf beter met daadkracht en liefde de persoon om zich heen kan helpen die ze echt nodig heeft. Okay. Denkt u ook dat de invloed van de crisis, dat de crisis invloed heeft op het geven van mensen aan goede doelen? Ik denk het wel. Zeker nu dat Sinterklaas voor de deur staat. Ja, dat doe ik eigenlijk altijd wel. Als ik alle collectanten die aan de deur komen, geef ik altijd wel wat. Dat deed ik ook al in het verleden, dat doe ik nog steeds eigenlijk. Ik denk dat we terug moeten naar de oorsprong. Waarom? Gewoon de naaste helpen, zeg maar. Ja, terug naar jezelf, naar je innerlijk en je dichtbijzijnde naaste en dierbare helpen.